We staan hier voor Walstede en iedere tweede dinsdag van de maand vindt hier het Alzheimer Café plaats. Een organisatie die alles doet voor mensen die met Alzheimer te maken hebben. Een van de oprichters, Jan Rabbingen, die gaat na jaren van trouwendienst zijn functie neerleggen en heeft dit met zoveel plezier en verve gedaan. Alle leden vinden dat hij een bloemetje verdient. Dat is even het onderdeel van de... Het voorstuk, we krijgen nu een break. Ja, ik ga ontzettend onderbreken. Als u eventjes ook de microfoon bij mij wil houden, dan kom ik even uitleggen wat wij hier komen doen. Oh ja. Ja, we doen het gewoon zo. Ja. Er is vanavond hier iemand aanwezig die gaat afscheid nemen na zoveel jaren trouwe dienst bij het Alzheimer Café. Jan Rabbingen, kom je even naar mij toe? Want jouw inzet is zo ontzettend gewaardeerd al die jaren. En bij deze... Ja. Een boeket met bloemen. Ik ga even naar die kant toe. Ja. Nou, dat had ik nog niet verwacht, maar het is hartstikke leuk. Dat jullie nog aan mijn gedachten hebben. Nou, dat doen we heel vaak. Ja. Goed, maar nu dus, na ruim 13 jaar? Ongeveer 17 jaar geleden vanuit mijn werk van welzijn ouder ben ik... Doet de microfoon het niet? Oh. Ongeveer 17 jaar geleden zijn Truus Vermeulen en ik eigenlijk al voorbereide werkzaamheden begonnen voor het Alzheimer Café. En 13,5 jaar geleden zijn we gestart. En toen we gestart zijn, er waren 2-3 mensen. En nu zijn gemiddeld 30-40 personen die op zo'n avond komen. In Tiel was de voorloper en daarna is ook in Druten gestart en Geldermals en Culemborg. Dus ik heb totaal 17 jaar gedaan. Dan vond ik het tijd om een stokje over te dragen en op de goede manier achter te laten. Ja, nou. Volgens mij is dat helemaal geslaagd. Ja. En nogmaals dus grote dank voor al die jaren inzet. En ga er lekker van genieten van die vrije tijd. Nou, een heel hartelijk bedankt voor het mooie boeket. Okay. Ik heb blij mee, dat is een heel leuk idee. Zoals u ziet wordt zo'n boeket altijd enorm gewaardeerd. Kent u nu ook iemand die een bloemetje verdient? Laat het ons dan weten. Ga naar de winkel van Margriel Becker of stuur een mail naar info@stadstvtiel.nl of kijk op onze Stadstv-app en dan wijst het zich helemaal vanzelf.